Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik dacht vandaag, ik ga nog eens een dergelijke vlogvideo, of hoe moet je het ook noemen, opnemen. Omdat ik overlast met mijn vriendin, die ook een tweelingvlam is, over een aantal zaken bezig was. En dan ook in verschillende klantsessies die ik nu nog aan het doen ben, totdat die trajecten afgelopen zijn. Maar ik sta dus geen nieuwe meer op. Mijn poes passeert. Ik was aan het kijken wat ze de standaard niet ging omverduwen. Wil ik eigenlijk vier nieuwe signalen, extra signalen, wat dat ook is, om te weten of dat een bepaalde persoon je tweelingvlam is of niet. Nu, het eerste die mij opgevallen is, of ja, dat duidelijk geworden is door met verschillende tweelingvlammen te werken, is het feit dat je als tweelingvlam aangetrokken wordt tot personen die een lookalike zijn van hoe dat jouw tweelingvlam eruit ziet in dit leven, terwijl anderen de gelijkenis tussen die lookalike en jouw twin niet ziet. Ik heb dat meermaals ervaren met dus die vriendin en ook omgekeerd, waar ik dan zeg, oh, die lijkt op mijn twin. Dat zij zegt van, ik snap al waarom je het zegt, maar ik zie het zelf niet. En dat heeft dus te maken met energie. En dat is ook een manier van jouw ziel of van het universum om te tonen dat die persoon inderdaad jouw tweelingvlam is. Omdat andere personen voortdurend jou aan hen of haar laten herinneren. En ook omgekeerd, bij je tweelingvlam, hij of zij zal dat ook zo ervaren. Er zal persoon, plots heel veel personen op hun pad komen die zogenaamd op jou lijken, maar die eigenlijk niet zozeer op jou lijken als je zelf zou moeten kijken. Maar dat heeft dus te maken met, ja, die, ik zou het niet zeggen synchroniciteit, maar eigenlijk een manier om het universum hoe dat werkt in energie. En dat gaat eigenlijk nog een stukje verder. Dan kom ik bij punt 2 eigenlijk. Vooral in de fase of in het leven vooraf dat je fysiek weet wie dat jouw tweelingvlam is en hoe dat ze er dus nu uitzien, gaan bepaalde dingen jou triggeren. Je zal naar bepaalde dingen toegetrokken worden. Bijvoorbeeld voor mij, had ik altijd zoiets van, ja, ik moet naar Amerika, ik moet daar zijn, ik ga daar misschien ooit gaan wonen. ook met Engeland had ik op die manier hele rare verbintenis of aantrekking liever. Nu is het natuurlijk heel eenvoudig om uit te leggen of te verklaren van waar dat komt. Omdat mijn twin woont in Amerika, dat is één. En twee, mijn twin is geboren in Engeland. Dus ook daar zijn er heel veel tekenen die naar hem verwijzen. Maar ook denk ik aan liedjes dat ik als tiener luisterde. Als ik daar nu naar luister. En ik weet dat dat toen mij emotioneel maakte of een bepaald gevoel in mij opriep en ik kon niet begrijpen wat dat was. Ja, weet ik nu wel wat dat betekent. Omdat daar onderliggend in die tekst, in die lyrics, al boodschappen vervormd, of niet vervormd, vormgegeven zaten, meegegeven zaten, waar dat jouw ziel de waarheid, de diepe waarheid al van kent. Dus dat is het tweede. Het derde is dat wanneer de anderen naar jou kijken en dan jouw tweelingvlam ook zien, dan zeggen ze van jullie lijken op elkaar. Of jullie zijn dezelfde. En zelf is dat heel moeilijk om dat te zien. En gewoon na verloop van tijd ga je dat wat meer en meer zelf ook zien. Maar dat heeft eigenlijk niet zozeer te maken met dezelfde neus of dezelfde ogen of hetzelfde haar of wat dan ook heeft. Het heeft voornamelijk te maken dat die mensen jullie energie voelen en ervaren. En dat daarin natuurlijk datzelfde is. Dat ze merken van ja, oké, daar zit er inderdaad een gelijkenis in. Dus dat is ook nog iets. Nog iets bij tweelingvlammen is dat eigenlijk die seksuele aantrekking, die seksuele energie, eigenlijk pas later komt. Dus wat je bij heel veel soulmates, en zeker omdat er een karmische les aan gekoppeld zit, ga je onmiddellijk die instant fysieke aantrekking hebben. Bij tweelingvlam is dat niet altijd zo. Dat kan heel snel gaan, dat kan een paar dagen zijn, maar dat kan ook weken, zelfs maanden zijn vooraleer dat geactiveerd wordt. Waarom? Omdat een soulmate-relatie vanuit het fysieke vormgegeven wordt, dan emotioneel, mentale in een band wordt gecreëerd. Terwijl bij tweelingvlammen, dan gaat het altijd eerst een energie, die energetische connectie is er al. En dan wordt die emotionele en die mentale band gecreëerd en pas in de laatste fase
eigenlijk die fysieke relatie. En dat maakt natuurlijk dat die seksuele energie niet altijd onmiddellijk direct plof er is, maar die eigenlijk dan geïnitieerd wordt wanneer je allebei op dezelfde frequentie zit en er klaar voor bent. En nog een ander stukje dat ik nog wil meegeven in deze video, om jullie van dienst te zijn, of dat ik het wel zeg, maakt niet uit, is wat voor mij persoonlijk eigenlijk een grote bevestiging was, was het feit dat na de ontmoeting met mijn tweelingvlam, en nog meer zelfs nadat ik bewust was, en het ook, laten we zeggen, meermaals de bevestiging gekregen had van mijn team, dat die persoon inderdaad mijn tweelingvlam was, dat ik ook doorhad dat dat gevoel van een gemis, of van een constant zoeken en op zoek zijn naar, dat gevoel eigenlijk verdwenen was na onze ontmoeting. Wat heel logisch is, want vooraleer dat je daartoe komt, vooraleer dat je bewust bent wie dat je tweelingvlam is, is jouw ziel constant op zoek naar die andere energie, dus naar de spiegelenergie, naar jouw tweelingvlam of tweelingziel, afhankelijk van welk pad hij loopt. Dus is dat heel normaal dat op het moment dat die energie in jouw leven is, dat die verbindingen weer sterker worden, dat die meer samenkomen, dat dat ook voelbaarder is in energetische vormen, dat de start van die telepathische communicatie er is, dat het soms voelt dat die persoon echt bij jou aanwezig is, wat dat ook eigenlijk altijd is, in de energie, niet altijd in het fysieke leven, dan zorgt dat ervoor dat het gemis er niet meer is. Omdat je weet, en ondertussen ervaart, en veel meer ervaart, dat de persoon op je tweelingvlam er altijd is. Soms tot vervelens toe. Vaak ook zeg tegen mijn tweelingvlam van, ik hou ontzettend veel van jou. Ook op de momenten dat ik wou dat ik dat niet deed. Maar ja, dat is ook een onderdeel van het proces. Dus dat zijn een aantal signalen. Dat zijn niet de enige. Maar ik merk dat dat bij verschillende tweelingvlammen voortkomt of er is. Bij sommigen wel al, bij anderen niet. En dat maakt ook niet uit. Het is gewoon, waarom deel ik het? Omdat ik jullie een aantal inzichten wil meegeven van hoe dat het kan verlopen. Hoe dat mijn proces en mijn tweelingvlam verhaal en reis verlopen is niet hoe dat het voor iedereen moet zijn. Zeker niet, omdat er bij ons ook weer heel belangrijke lessen in zitten dat we dan van daaruit ook weer kunnen meegeven aan het collectief. Dus de mate waarin dat uitdagend is en de obstakels die op jullie pad komen, is ook voor iedereen anders. En dat heeft ook te maken met de templates die je hier wil neerzetten als tweelingvlam. Willen jullie hier samen een missie doen, hebben jullie elke missie apart. Want niet elke tweelingvlam koppel werkt ook samen aan een missie. Toch niet in het fysieke. In de energetische wereld altijd natuurlijk. Maar de grootste uitdaging bij dergelijke connecties is dat niets werkt zoals je het ooit gedaan hebt en zoals je geleerd hebt aan relaties gaan. Waarom niet? Omdat in eerste instantie een proces is over jezelf. Het gaat over de manier waarop je ziel gekozen heeft om nog dieper in die zelfontwikkeling te starten. Om maar een voorbeeld te geven, mijn proces van ontwaking is ontstaan in 2008, een aantal dagen, eind 2008, een aantal dagen nadat mijn zoon, dus mijn eerste kind, dit leven, geboren was. Maar ik heb mijn tweelingvlam pas fysiek, in de zin van dat ik wist hoe dat hij er fysiek uitzag, en die fysieke communicatie in 3D er was, in 2019, pas dan ben ik in een ander level. Ben ik nog veel dieper gegaan in die groei. En dat is ook hetgeen wat ik ook nu merk in deze maand in oktober. Ik wist op voorhand dat oktober voor mij persoonlijk een heel uitdagende maand zou zijn. Dus ik zal heel blij zijn als we oktober achter ons kunnen laten en dat we november zijn. Omdat dan ook energetisch gezien en vooral fysiek ook een stukje lichter gaat aanvoelen. Maar het helpt als je weet wat dat er gebeurt. Het helpt als, zoals in mijn geval, ik heb dat rechtstreeks kanaal. Dus ik kan onmiddellijk channelen. Ik kan onmiddellijk voelen van oké, wat is er hier gaande? Maar het is niet altijd eenvoudig om er de woorden aan te geven. Zeker niet om het uit te leggen aan andere mensen, zoals bijvoorbeeld aan jullie. Maar dat is mijn taak. Dat is eigenlijk ook een van de grootste redenen waarom dat ik volledig stop met 1-op-1 coaching.
Omdat ik dan meer ruimte en vooral energie vrij heb om nog veel meer op grotere schaal van dienst te kunnen zijn. En daarom nogmaals, in elke dienst, in elke cursus die ik al geschreven heb, en elk boek, het e-book, wat dan ook, zijn er hele belangrijke, waardevolle codes, lichtcodes geïmplementeerd. De transmissies die gratis beschikbaar zijn, maar ook de betaalde natuurlijk, die zijn allemaal evenveel van waarde. Maar waarom stel ik die gratis ter beschikking? Omdat je in staat zou zijn om met de universele vlammen te gaan werken op een heel laagdrempelige manier, zonder het gevoel te hebben dat je al gigantisch veel geld moet gaan investeren, en kan ervaren hoe krachtig en hoe snel en efficiënt dat die vlammen, universele vlammen, uiteindelijk werken. Reiki werkt nog, maar Reiki is een tool die bedoeld was voor de vorige eeuw. Dus natuurlijk gaan die dingen nog werken, maar het is te traag. De energie trilt veel te traag, waardoor dat de impact ervan ook een stuk trager gaat. Dus als je echt klaar bent om te zeggen van oké, ik heb echt genoeg van de shit en de drama's en de obstakels waar ik tegenaan loop en ik wil er echt werk van maken en vooruit gaan, alsjeblieft, kijk in de box hieronder. Er staat ondertussen genoeg online waarin dat je heel veel kan gaan leren. Afhankelijk van waar je zit in je proces, ga je meer getrokken worden naar het een of het ander. Dat is allemaal oké, voor iedereen is er iets. En dat is net het mooie eraan. En dat is net het mooie aan het feit, door het feit dat ik die veiligheid dat ik had door het inkomen die kwam via die 1-op-1, door het feit dat ik dat heb kunnen loslaten, kan ik op een andere manier van dienst zijn voor jullie. En vertrouw ik ook dat het universum ook daar ook weer mijn energie gaat gaan weerspiegelen en ook daar ook gaat voor zorgen dat ik verder in staat ga kunnen zijn om voor mijn gezin en mijn twee kinderen natuurlijk en voor mezelf ook te gaan voorzien en al mijn dieren hier te gaan voorzien, omdat hetgeen wat ik te bieden heb, de dingen, de boodschappen dat ik nog ga delen, de huisjes dat we nog samen omver gaan duwen, dat dat veel te belangrijk is voor de evolutie van het collectief. Dus ik hoop dat ik daarin ook een leider voor jullie mag zijn, omdat je ziet dat het kan. Het is niet altijd gemakkelijk en het is niet altijd easy peasy and going and lovey-dovey, zoals dat mijn tweede vlam dat altijd zegt. Maar dat is wel hetgeen waar we naartoe aan het groeien zijn. En groeien, ja, herinner je nog als tiener, dan had je ook soms van die groeipenen. Maar uiteindelijk is dat ook iets waar je weer overkomt. Is dat ook iets waar je weer doorheen groeit. Dus geef niet op. Blijf je visie voor ogen houden. Blijf vertrouwen en verwacht dat het ook gaat komen. En het is niet erg om boos te worden. Integendeel, ik had vorige 2 weken terug of zoiets gezegd tegen mijn kinderen. Ik ga een boze mail sturen naar het universum. Ik ga naar de klantendienst een mail sturen, want dat kan niet zijn. Dus extra ook humor en probeer het luchtig te houden. Probeer het licht te houden. Zeker nu, zeker de maand, nu oktober, nog tot, laten we zeggen, half november, waardoor door Pluto voelt alles veel zwaarder. En, dus probeer te focussen zo vaak als mogelijk op jouw dromen, dat die er al zijn. Ga in meditatie of in visualisatie, maar zorg dat je dat gevoel ervaart. Zorg dat, het als, dat je jezelf eigenlijk projecteert, astral reist, naar die realiteit. En dat er gaat ervoor zorgen dat jouw energie een magneet wordt voor alles wat er voor jou weggelegd is. Want er is voor niemand tekort, maar je moet natuurlijk het innerlijke werk doen. Je moet al die blokkades die er zijn, al de overtuigingen die je overgenomen hebt, van je ouders, van de maatschappij, van wat er nu nog allemaal wordt verspreid rondom in de wereld, ga naar binnen. Ga je eigen onderscheidingsvermogen gaan gebruiken. En dan ga je weten wat dat jouw waarheid is. Wat dat jij, waar dat nu de eerstvolgende stap is, wat dat jij te doen hebt. Dat gezegd zijnde over stappen, als je daarin al wil begeleid worden, is er ook een gratis cursus beschikbaar. Die verloopt eigenlijk over 4 dagen en dat gaat over grenzen. Grenzen, waarom is dat belangrijk en waarom bied ik dat gratis aan? Omdat je niet verder kan in jouw groei als je niet weet en niet bewust bent over waar je eigen grenzen gaan. En dan gaat het over fysieke grenzen, over emotionele grenzen, mentale grenzen, maar ook energetische grenzen. Er staan heel veel oefeningen in. Ik denk dat bijna 60 pagina's lang is die cursus. En dat bied ik volledig gratis aan. Het enige dat je moet doen is inschrijven op de nieuwsbrief. Ben je geïnteresseerd in een nieuwsbrief, schrijf je nadien gewoon weer uit. Allemaal geen probleem. En daarin vind je de link naar de cursus Ken je grenzen.
Dat is, als je wil weten, wat is mijn eerstvolgende stap? Dat is je eerstvolgende stap. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga iets gaan eten. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!